kijkers, en super dat jullie kijken naar een gloednieuwe review op dit kanaal. Mijn naam is Reuna en vandaag review ik voor jullie de nieuwste Nike Dunk Low Argon in collaboration met Union. Deze schoen uit van een deel van het Passport Pack. Het Passport Pack was een pack van Union LA en Nike, waar drie dunks in zijn uitgekomen. De Midnight Navy, dan deze, de Argon en ook nog de Court Purple. En ook deze collab heeft zijn eigen special box gekregen. Zoals je ziet is het deze groene doos met eigenlijk heel veel lettertjes en cijfertjes op. Deze letters en cijfers verwijzen naar een boarding pass. En een boarding pass, als je al eens met het vliegtuig op reis bent geweest, ga je dat echt wel kennen. Het zijn die kaartjes die je moet scannen voordat het vliegtuig opgaat. Daar is deze ook op gebaseerd. En niet zomaar een boarding pass, nee, deze zijn gebaseerd op de boarding passen van de founders, eigenlijk de makers van Union LA, die de wereld hebben rondgereisd om hun store te vullen met de meest exclusieve sneakers. Zit eigenlijk in special paper en ook een detail paper. Dus als je gaat kijken, zie je hier allemaal stempels. Dus van New York, Berlijn, Japan en nog veel meer andere steden. Dit staat voor alle steden die ze hebben bezocht in hun tour op zoek naar sneakers. De schoen heeft een beetje een icy witte look. Maar dat komt eigenlijk door de volledige ripstop upper. Ripstop is eigenlijk een tearaway materiaal. Dus dat betekent dat het eraf gaat en er daarna een nieuw materiaal tevoorschijn komt. In geval van deze schoen is het leder. Ook is de ripstop gebaseerd op de stof die heel vaak op reiskoffers wordt gebruikt. Je weet wat die van onder in het vliegtuig gaan waar alle bagage in zit. Daar is dit ook een beetje op gebaseerd. Maar voor ik verder ga met de rest van deze schoen, wil ik eerst de special details op deze schoen wel eens met jullie bespreken. Als eerst hadden we natuurlijk deze ripstop upper. Dan gaan we verder met de reflecterende swoosh langs beide kanten en ook de reflecterende heel tap met daarop ja in een soort van jelly feeling material Nike in het donkerblauw. En dan de Union details, die zijn er natuurlijk ook. Vinden we hier het gele Union LA vlaggetje en hier op de rechterschoen aan de rechterkant deze blauwe button. Ook op de onderkant van de semi-translucent sole, dus eigenlijk een icy blauwe sole, vinden we in het rood ook het Union logo. Ook op de linkerschoen vinden we Union details, zoals deze grote kartonnen boarding pass. En op de binnenkant van de schoen het Union logo in de zool gedrukt. Detail op de schoen is eigenlijk de dubbele stitching. Dus we hebben de normale stitching zitten, ja, de normale plekken waar die altijd zit. En dan hebben we zo'n beetje deze krommere, beetje minder perfecte oranje stitching. Een heel leuk detail met ook een paar losse draadjes aan de swoosh. Ja, ik vind het best wel leuk en het lijkt een beetje alsof het allemaal met de hand is gestitcht. De
ripstop, wat ook een tearaway is. Dus je kan hem zelf weghalen, maar ik denk dat er ook wel een beetje afgaat als je hem draagt. Moest je hem nu willen dragen en je zou hem willen wegdoen, zijn de kleuren die je gaat krijgen. Op de toebox gaat dit een donkerblauw worden. Net zoals op beide midpanels en hier van boven rond de heel. En aan de no-step gaat het dezelfde blauwe kleur zijn als de no-step, een lichtblauwe kleur. En ook op de heel, de lacing holes, de flapjes en ook de sockliner. Ze komen standaard wit geleest, maar je krijgt er een extra blauwe lace bij. Ze zijn gegaan voor een witte midsole, wat heel mooi bij deze schoen past. En voor een semi-translucent outsole in blauw, met daaronder in het rood-oranje het Union logo. Maar genoeg details over deze schoen, laten we ze nu eens on-feet aandoen. Dit was mijn video over de nieuwste Nike Dunk in collaboration met Union. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, klik dan zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet om hier beneden eventjes op die abonneerknop te gaan drukken. Je support mij ermee. Hierdoor ga ik ook meer video's maken. Ga ik ook vaker aanbevolen komen, want dan kom ik hoger in het algoritme van YouTube. Vergeet ook zeker niet mijn social media te gaan volgen. Die staat hieronder zo. En dan zie ik zoals altijd, kijk eens liken en like eens subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video.